allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van On The Go. Ik wil alvast heel even sorry zeggen voor hoe ik eruit zie, voor deze achtergrond, voor alles. Het is vrijdagmiddag, ik ben hartstikke moe, maar ik heb geen tijd om me op te maken of wat dan ook, want dan is het donker. Je ziet straks een wasrek met onderbroeken. Het is iets te veel real life, maar zoals je misschien weet of niet weet, werk ik dus nu fulltime als juf. En het is gewoon zo lastig als ik thuis kom, is het donker. Dus het is voor mij gewoon niet te doen om het mooie licht te filmen. Eigenlijk alleen in het weekend. En met deze video is dat gewoon veel te lastig. Want je bent gebonden aan data van, in dit geval, salades en dat soort dingen. En ook, sorry dat het zo lang heeft geduurd voordat deze video er weer is. Maar het kost gewoon echt heel veel tijd om deze video op te nemen. Omdat ik gewoon van allemaal verschillende plekken dingen moet gaan proeven. Dus ik hoop het elke maand te maken, zo'n video. Maar dit keer was het volgens mij bijna 2 maanden ertussen. Ook weer een oproepje. Alsjeblieft laat weten wat ik de volgende keer moet testen. Want ik vind het een superleuke serie. Hij heeft enorm veel aangevraagd. Maar mijn ideeën, ja, ik vind het best lastig. Dus help me er alsjeblieft mee. En ik heb eigenlijk tot nu toe alleen getest wat ik zelf heb bedacht. En ik wil graag dingen voor jullie ook testen. Sowieso ben je blij dat ik er weer ben met On The Go. Doe even je duimpje omhoog, dat zou ik heel erg leuk vinden. En dit keer test ik dus salades. Maaltijdsalades, lunchsalades van verschillende plekken. Ik had ook heel graag nog naar de Starbucks gewild, maar ik ben 4 keer gegaan. En alle 4 keren waren de salades op, dus toen dacht ik, ja, doei. En in deze video gaat het vooral, bij die sushi ging het heel erg om welke sushi's eigenlijk te eten. En hier gaat het vooral om, waar haal je nou een lekkere, gezonde, hopelijk salade? Dat meer. Dus ik ben een beetje voor jullie op zoek gegaan. En ik laat jullie zien hoe het eruit ziet, wat het kost, waar je het kunt halen, wat ik ervan vind. Dat is deze video eigenlijk. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Misschien iets minder spannend dan sushi, maar wel heel erg interessant, denk ik. En daar kun je echt wel wat aan hebben. Dus heel veel plezier met kijken en ja. Sometimes when I feel bad, my mom knows what to do. She says I'll make a salad specially for you. Hey jongens en welkom bij weer een nieuwe On The Go. Ik ben weer thuis en ik weet dat veel van jullie het fijn vinden als ik het echt On The Go test. Maar dat kan nou helemaal niet altijd. Want ik heb niet altijd mijn camera mee en ik wil wel gewoon met mijn goede camera filmen. Niet met mijn telefoon of zo. Dus soms kan het dat ik iets spot onderweg en het mee naar huis neem en het dan voor jullie film. Dit keer zijn het de salades. Ik neem eigenlijk altijd salades gewoon uit de supermarkt. En dat wilde ik eerst ook allemaal gaan testen. Maar toen dacht ik, ja, er is veel meer. En nu was ik dus bijvoorbeeld bij de Subway. En toen dacht ik, oh, volgens mij kan je daar ook wat je op een broodje neemt als salade krijgen. En ik heb dat zelf nog nooit getest. Maar vandaag dus voor het eerst. En toevallig, het is zondag, was de Sub of the Day de Chicken Fajita. Dus dat leek me super lekker als salade. En dit krijg je dan. Het is best wel een grote bak. En ik weet dat het nu een beetje donker is, maar ik ga het zo goed laten zien. Hij ziet er zo uit. Het chillen is dat deze kost normaal 4,50 wat ik niet duur vind. Maar nu heb ik er zelfs maar 3 euro voor betaald. Omdat het dus de Sub of the Day was. En wat er ook heel erg fijn aan is, is dat je dus zelf mag kiezen wat je er eigenlijk in wilt. Dus je kiest dan voor de Chicken Fajita. Waar ik nu voor heb gekozen. Maar ze begint dus in plaats van een broodje met een hele bak vol met echt knapperige, als ik het zo kan zien, ijsbergsla. Bij Subway is het in principe allemaal ook gewoon lekker vers gesneden en zo. En dan pakt ze gewoon uit die bak tomaatjes, komkommers, paprika, olijven, augurken. Je kan ook nog ui en... hoe heet die peper? En dan best wel echt een flinke schep kip. En je krijgt ook dit bestek erbij, dus ideaal. En ik heb dan gekozen voor honing mustard dressing. Maar je hebt er ook super veel saus waar je voor kunt kiezen, dus dat is echt top. Nou, ik vind de broodjes van Subway altijd heel erg lekker. Het is trouwens best wel een goed stevig bestek. En het is trouwens ook nog, om wel goed om naar te kijken, best wel een goede stevige bak. Het enige wat wel zo is, hij gaat heel erg snel open. Dus je zou hem niet echt makkelijk in je tas kunnen doen. Ik heb hem ook echt recht op moeten houden. En grappig, maar omdat ik heel vaak een honing mustard saus op mijn Subway doe, smaakt het echt naar een broodje. Het smaakt echt heel gezond. Het is natuurlijk wel op de kip na, echt zo'n salade die je thuis ook zou maken. Gewoon heel simpel met allemaal groenten. Wat je ziet, eet je ook echt, zeg maar. Je weet dat er geen troep in zit, denk ik. Die dressing maakt het wel wat slapper, maar in principe is het echt nu nog na 2 uur heel knapperig. Het is ook helemaal niet waterig. Het maakt echt als een huisgemaakte salade. Nou, voor 3 euro of 4,50 wat dan ook is het super chill. Even de kip nog proeven. Dus ja, dit is echt gewoon what you see is what you get. Als je op zoek bent naar echt een gezonde salade en je wil bij de Subway, denk je van, oh, ik wil een keer geen brood. Ik weet dat nu in het vervolg, ik ga zeker vaker zoiets halen. Het is echt best wel een flinke bak sla. Hoe erg het vult, zal het wel meevallen. Want er dus inderdaad geen pasta of bonen of quinoa of wat dan ook in zit. Maar dat weet je ook gewoon, dat er niet in zit. Het is echt puur rauwkost. En wat kip. Dus ik vind het helemaal top. Echt een gezonde, betaalbare salade. Tomatoes,
Nou jongens, hallo. Vandaag ben ik op mijn werk. En vandaag heb ik van de Dirk van den Broek deze maaltijdsalade. Deze kost €3,50. En om in het kipthema te blijven, dacht ik, ga ik die ook even testen. Dit is niet de salade die ik zelf snel zou nemen. Maar prima. Het is een salade gegrilde kip met pasta, kipreepjes en yoghurtdressing. 100 gram, 102 calorieën. Zelf vind ik die pasta onderin altijd echt niet zo erg lekker. En die kip, ja. Ik weet het niet. Ik ga het gewoon proeven. Er zitten dus verder niet nog andere bakjes bij met iets anders. Soms heb je zeg maar ook nog van die bakjes met dat de kip er los in ligt bijvoorbeeld. Wow. Oké, nou het is yoghurtdressing, dus het zal niet heel ongezond zijn. Weet je, soms ligt de kip in een bakje. Of heb je nootjes of zo. Dit is hem. Hier zie je de pasta. Ik ben benieuwd hoe de pasta smaakt. Wel lekker veel sla zit erin. En bij de Dirk van den Broek heb je net als bij heel veel supermarkten dus gewoon dit soort bakken salades. En met heel veel verschillende keus. Oké, ik heb bijna het hele zakje dressing gebruikt. En op zich is het ook wel nodig, want het is echt wel veel. Ik zie hier dat onderop ook echt die pasta anders echt geen dressing had gehad. Soms denk ik van, oh ik doe niet een heel zakje, maar dat was wel nodig. Oké, het is wel heel sausachtig. Maar dat komt omdat ik er veel op heb gedaan voor de pasta. Oh, dat is wel oké. Ik moet zeggen dat ik het best moeilijk vind om een oordeel te geven over dit soort dingen. Want ik vind salades wel, meestal wel gewoon lekker. Hij komt net uit de koelkast, dus hij is ook nog best wel koud. Maar ik heb de pasta echt wel harder gehad. De pasta smaakt niet zo heel hard of hij smaakt echt best wel prima. En de kip. De kip smaakt een beetje waterig. 21% gegrilde kippenreepjes, kippenvlees, zetmeel. Ik vind de kip niet super lekker, maar hij is wel gewoon oké. Ik probeer gewoon zo kritisch mogelijk te denken. Het is gewoon een lekkere bite. Het is gewoon chill. Maar verder is het niet een hele bijzondere salade. Sla, paprika, pasta. Een beetje wortel, kip. Maar je betaalt er ook maar €3,50 voor. Op zich is kip hartstikke mager. Pasta is niet eens zo heel erg veel. Want yoghurtdressing, ja. Ik weet natuurlijk niet wat er allemaal in zit. Maar zou in principe ook nog wel best gezond moeten zijn. Dus ik denk dat dit best wel een verantwoorde salade is. En doordat er pasta bij zit en die kip, zal het je ook best wel vullen. Dus het is denk ik ook wel echt een maaltijdsalade. Dit is hem dus. En verder heb ik niet zo heel veel over te zeggen. Ik heb niet zo heel veel te zeggen bij salades. Het is meer dat je het gewoon ook eventjes kunt zien. En alle lichten gaan uit hier op school. Oké, dat was de Dirk van den Broek salade. Gegrilde kip. I like eating salad. I like eating salad. Hallo jongens, vandaag heb ik de maaltijdsalade Marokkaanse kip couscous. Deze heeft, wow, heel veel calorieën. 750. Oh, omdat er nootjes bij zitten. Wow, heel veel knoflook. Oeh, ruikt lekker. Dat vind ik altijd wel dus heel chill dat het in van die bakjes ligt. Een zakje met gedroogde abrikozen en amandelen. Best wel een gezonde salade. Couscous, spinazie, rucola, komkommer. Hele lekkere kip. Heel lekker. Denk ik. Dit is dus wel een caloriebom, maar wel heel lekker. Yummy. Echt veel. En de munt-citroendressing. Het lijkt altijd super veel. Maar uiteindelijk valt het altijd wel mee. Volgens mij is het echt wel een gezonde salade. Want die dressing smaakt echt gewoon naar een beetje olie met citroen. Nou ja, kip. De sla ziet er echt nog heel lekker vers uit. Er zitten ook doperwtjes in. Couscous. Gaan we proeven. Alles op één hap. Heel lekker. Ik vind het echt een hele lekkere salade. Echt luxe. Super lekker. Ik denk heel voedzaam. Doordat er ook doperwten in zitten. Couscous. Chillen vind ik dat bij pasta proef je vaak dat echt zo niet vers is. Maar bij couscous niet. Het smaakt gewoon echt heel lekker. De sla is echt heel chill. Heel vers. Paprika. Noten. Gedroogd fruit. Kip. Erwten, couscous, echt heel veelzijdig. Super kleurrijk, dit kan je echt zo serveren gewoon thuis op een mooi bord. Echt een top salade, heel erg lekker, lekker frisse dressing. Volgens mij is het hartstikke gezond ook. Toppie. I like eating salad, thank you for the salad, mom. Hallo jongens, daar zit ik weer en dit keer weer met de salade van Albert Heijn. Ik weet dat mensen wel eens zeggen van waarom zoveel Albert Heijn of ben je bevooroordeeld of zo? Nee, maar Albert Heijn heeft veel keus. En Albert Heijn is ook dicht bij mij. Dus ik zag deze salade voor €3,50.
Het ziet er super lekker uit. En er zit 162 gram groente in. Met krokante stukjes pita brood. Witte kaas, hummus. Het is dus geen maaltijdsalade, maar een lunchsalade. Dus ik ben heel benieuwd. Het ziet er heel lekker uit. Wat ik al fijn vind is dat er geen pasta of zo in zit. En wel deze schattige... Waar is dan hummus? Is dit hummus? Nee. Stond er hummus of stond er geen hummus? Witte kaas, hummus. Ik snap het even niet. Hè? Zeker verdunde hummus of zo? Het ruikt gewoon naar dressing. Ik ga het er gewoon overheen. Ik ga niet dippen hoor. Lekker. Die kaas ziet er wel echt heel chill uit. Lekker. Heel chill. Een soort croutons. Kijk, het ziet er nu toch echt wel heel chill uit. Het vind ik een hele chille salade. Grappig, het smaakt echt een beetje naar hummus. Leuk. Hummus, hummus. Ik vind het een hele chille salade. Fijn formaatje, prijs is goed, genoeg groenten. Hele lekkere dressing. Lekker appelsalie met die kaas. En dan nog die krokantjes ertussendoor en zo. Ook nog best wel gezond, dus... Ik ben hier echt tevreden over. En het is ook niet papperig of zo, of klef. Of echt alsof ik hem zelf net heb gemaakt eigenlijk. Dus top. Oh, de salade was echt heerlijk. Ik dacht ik ga eens kijken hoeveel calorieën erin zitten. Maar 250 in die hele salade. Dus super chill. Sometimes when I feel sad, my mom knows what to do. She says I'll make a salad specially for you. Hoi allemaal, ik ben er weer. En vandaag kom ik eigenlijk net uit mijn werk. En ik heb een salade gekocht bij de Hema. Dit is de... Even iets anders dan kip hoor. Ik dacht van ja, weet je... Ik hoef niet steeds alleen maar kipsalade te testen. Dat zou ik normaal ook niet halen. De geitenkaassalade van Hema. En die ziet er erg lekker uit. Hij was €3,75. En het is nu niet zo goed licht trouwens. Maar het is gewoon avond. Er zit van die pasta in. Maar het ziet er echt lekker uit. Niet alsof het van die hele koude harde pasta is. Ik zie ook zonnetogen tomaatjes. Spinazie geloof ik. Best wel... Ziet er sowieso best wel chic uit. Niet dat dat heel erg uitmaakt. Even kijken hoor. Per 100 gram zit hier 143 calorieën in, voor wie het wil weten. En ik vind hem er echt lekker uitzien. Ik heb deze wel vaak van Albert Heijn gegeten. Maar nog nooit van de Hema. Qua prijs is hij ook echt wel oké. Er zit een... Er zit een zakje walnoten bij. Lekkere geitenkaasjes. Appel, komkommer en honing-tijmdressing. Ik ga even bereiden. Deze komt trouwens van zo'n van de Hema in Hilversum. Dus daar heb je zo'n to-go gedeelte en echt het supermarkt gedeelte. En dit komt echt uit de supermarkt. En ik heb er zo ook nog eentje en die komt echt uit het to-go gedeelte. Ik vind het altijd zoveel lijken, maar als je het niet helemaal doet, vind ik het altijd echt te weinig. Ik ga hem nu eens even... Ik vind dat roeren altijd best wel een gedoe. Ik heb dus gehoord dat kant-en-klare salades helemaal niet zo gezond zijn. Maar dat er heel veel... Dingen is dit om het langer helpbaar te maken. Wow, dit roert zo moeilijk. Even wachten hoor. Nu de walnoot. Ik vind het echt luxe hoor, zulke salades. Ik heb wel hele goede ervaring met Hema eten. De dressing lijkt echt heel ver te zoeken, terwijl het heel veel was. Maar ik ga nu proeven. Super chill. Ik vind hem heel erg lijken op die van Albert Heijn. En die pasta? Nou, ook hetzelfde. Ik hou gewoon, had ik al gezegd, niet zo erg van die pasta, omdat hij helemaal zo koud is en hard. De geitenkaas... Het is echt super lekker. Hij smaakt een beetje naar geitenkaas met honing. Het dressing proef ik nu ook heel erg. Super chillen. Ja, oh, dat is die honingdressing. Ik vind het echt een hele lekkere salade. Maar ik vind hem zeker net zo lekker als die van de Albert Heijn. Misschien lekkerder. Nou, net zo lekker. Ik vind gewoon dat die supermarktsalades, en dit lijkt ook op een supermarktsalade, dat die gewoon heel erg op elkaar lijken. Verder kan ik er niet zoveel over zeggen. Het smaak is super goed. Ik geniet er echt wel heel erg van, maar ook omdat ik gewoon heel erg van deze salade hou. Dus dit is ook echt een aanrader. Ja. Put in bananas and some cherries too. Here's the salad I made for you. Dan nu de volgende salade van Hema. En deze is dus meer van het to-go gedeelte. En heel veel heb ik dit zeg maar voorin in de winkel gekocht. En dat andere achterin. En bijvoorbeeld flesjes water zijn bij dit gedeelte ook weer duurder dan achterin de winkel. Dus ik denk echt dat net als bij AH to-go een beetje meer zo'n to-go iets is. Dit is dus meer een lunchsalade. Ziet er super leuk uit. Deze was €3,50. Dus in verhouding... Toen ik het zag, dacht ik wel van, wow, waarom is dit eigenlijk zoveel duurder? Want daar zitten walnoten in, zongedroogde tomaten, geitenkaas, echt wel luxe. En hier tortilla chips en een beetje kip. Dus als je zou kunnen verklaren waarom dat zo is. Dit is de Mexicaanse salade pulled chicken kidneybonen. En bij de Albert Heijn hebben ze ook tegenwoordig een, zo, het stinkt een beetje, een Mexicaanse salade.
Het is best wel lekker. Het lijkt er allemaal echt op. We hebben wel een heel klein bakje, vind ik. Dat is bij die grote salades echt veel meer. We hebben tortilla chipjes. En ook een kleiner zakje dressing natuurlijk. Chimichurri dressing. En volgens mij zit er extreem veel knoflook in. En wat we dan hier hebben is gewoon een hele simpele gemengde salade melange. Een beetje komkommer, een beetje zo'n soort Mexicaanse, hoe heet dat, salsa. Weet je wel, tomatenkomkommer, koriander denk ik of zo. En een paar bonen. Wel echt simpel. Ik vind dat er niet heel veel boeiend in zit. Prima voor de lunch, maar qua prijs vind ik die andere dan echt voordeliger. En de dressing. Wow, dat is echt een hele dikke dressing. Ja, het smaakt echt een beetje zo taco-achtig. Het is wel lekker. Op zich zit er weinig kip bij, maar het is ook niet heel veel sla natuurlijk. Dus dit is weer zo'n dikke dressing dat het maar op sommige stukjes komt. Als je nu trouwens denkt van wat zeikt zij. Ik ben altijd gewoon kritisch. En als ik alleen maar zeg, oh lekker, is het heel slim naar te kijken. Dus ik zeg gewoon wat ik denk. Op sommige stukken komt dan zeg maar heel veel dressing. En op sommige helemaal niks. Dus ik neem even een hap waar. Dat zo'n dunne dressing vind ik dan chiller. Oké. Okay. Kip. Tomaat. Boon. Chip is wel lekker knapperig. Oh, die kip is ook heel lekker. Echt een beetje zoals bij de dinner company of zo. Oké, dat vind ik wel lekker. Maar zo'n hap sla zelf vind ik echt heel saai. Omdat er dus gewoon... Die sla is gewoon echt wel heel droog. Die ik dan van de Albert Heijn heb geproefd vind ik lekkerder. Dat is meer sneuig. Die kip is heel lekker. Alleen de hoeveelheid tomaat, bonen, komkommer en zo is gewoon, vind ik, heel weinig. Ik weet niet wat jij vindt. Ik vind dat het te veel sla is in verhouding tot de toppings. Of te weinig toppings in verhouding tot de sla. Ja, dus ik zou sowieso voor zo'n grote bak gaan. Luxer, lekkerder. En ik vond die lunchsalade van Albert Heijn dan ook chiller. Maar het kan ook net liggen aan degene die ik heb. Oké, dan was dat de Hema. Doei! I like eating salad. I like eating salad. Hi, daar ben ik weer. En dit keer met de salade van de McDonald's. Hij was €5,25. Dat vind ik zelf best wel prijzig als je het vergelijkt met de andere salades die ik heb getest. Het is op zich wel een grote salade, maar hij is niet zo groot als de... maaltijdsalades die ik heb getest. Maar er zitten ook niet heel veel luxe dingen bij volgens mij. Maar ja, misschien is het wel heel erg lekker. Sla met salade met romeinensla, ijsbergsla, kip, granakaas, kerstomaat en bieslook. Ik ben benieuwd. Per 100 gram 74 calorieën. Het is natuurlijk een gezonde optie bij de McDonald's. Tijd dat ik nog een salade met een McDonald's wilde kopen is heel lang geleden. Toen was het zo'n soort salad shaker... bekertje met tomaatjes erin. Volgens mij zag ik die nu ook voor €2. Maar dat vind ik niet echt een salade. Ik krijg er trouwens nog croutons bij. En Caesar dressing. Maar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Want dan denk ik van ja, McDonald's wil ook gezond doen. Maar ja, je kiest dan snel weer voor de goedkope optie als een burger. Maar aan de andere kant vind ik sowieso de burgers bij McDonald's ook best wel prijzig. Behalve de euroknallers. Maar goed, daar zou ik vast wel weer kritiek op krijgen. Zei ik niet zo? Dit is hem dus. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik denk wel dat het gewoon een hele lekkere, simpele salade is. Deksel, dan weer een folietje. En dan zien wij dit. Zo, ik vind wel dat er echt heel veel tomaat in zit, zeg. Ik hoop maar dat er hieronder nog wat zit. Nee, je krijgt 2 tomaatjes erbij. En wel best veel kip. Het is zo grappig, want ik kreeg zoveel haat op mijn vorige video. En ik snap het wel, want ik zei het er wel echt heel erg hoor. Maar zelfs nu kunnen mensen nog zeggen, wees blij dat je 2 tomaatjes kreeg. Je krijgt er bestek bij. Lekker on the go. Nou, ik moet zeggen, zo met die croutons er nog bij en zo. Is het echt wel een volle bak hoor. Wel leuk. Niet een super healthy salade, maar wel oké. Oeh, ik ga heel erg naar knoflook stinken volgens mij. Dat vind ik persoonlijk, als ik on the go een salade eet, wel jammer. Dat je soms zo erg naar knoflook gaat stinken ervan. Deze dressing stinkt heel erg. Ruben stinkt ook heel erg. Dus dat is een mooie match vandaag. Dit is hem nu. Oké, ik ga een hap nemen met... Ik zeg het toe, maat. Het kan maar 2 keer. Kip, sla, crouton. Het lukt niet. Ja. Oh, lekker. Ja, hij smaakt erg vers. Ik moet zeggen, volgens mij wordt het daar ook... Het zal vast wel niet. Het lijkt, het komt er uit een koelkast, maar alsof ze het daar echt vers maken elke dag of zo. Maar dat weet ik niet. De sla smaakt heel lekker fris en koud en knapperig en gezond. Nou, de croutons zijn ook gewoon chill.
Heel chill zelfs. Ik vind de dressing ook lekker. Het smaakt wel echt naar een Caesar salad. En de kip. Heel veel knoflook hoor. De kip is echt lekker. Hij smaakt wat minder naar van die waterige kip. Ja, ik vind de kip het lekkerst tot nu toe van de kip die ik in salades heb geproefd. Nou, die van de Hema, die pulled chicken, was ook heel lekker. Maar echt van die hompen kip smaken vaak heel erg naar water. En dit vind ik toch echt wel wat je ook wel eens in de supermarkt kan kopen. Van die borrelkipjes, weet je wel. Lekker. Ja, ik vind het een lekkere salade. Hij is op een of andere manier heel verfrissend of zo. De kaas is trouwens ook heel lekker. Echt van die carpaccio kaas. Ik vind hem dus nog best prijzig, omdat hij duurder is dan zo'n luxe van de supermarkt. Maar ik vind het wel fijn dat ik het nu heb geproefd. Want ben ik een keer bij de McDonald's en moeten we echt bij de Mac eten. Bijvoorbeeld wel eens met mijn schoonvader of zo. Dan gaan we onderweg bij de Mac eten. En dan is het zo van, nou, ik kies wel kip nuggets, want dat is het gezond. Maar je kunt dus ook gewoon voor een slag gaan. En dan voel je je toch wel fijner, denk ik. Dus hij is erg lekker. I like eating salad. Thank you for the salad, mom. Hallo. Het is 's nachts. Ik ga lekker een nachtelijke salade eten. Ik heb vandaag deze salade gekocht. Hij zit in mijn tas, dus het is hier een beetje kapot gegaan. Maar van het Wild Bean Café bij de BP. Grab and go Caesar salad. Caesar chicken. En deze was €4,50. En per 100 gram zit hier 180 calorieën in. Het is een subtiel saladetje met wel veel beleg en zo. Het ziet er wel lekker en spannend uit. Grappig, het zit in zo'n kartonnen doos. Waar je ook wel eens sushi in krijgt. We hebben een bakje croutons. Lekkere croutons, zou het zien. De sla is een beetje bruinig. Volgens mij wordt dit wel vers gemaakt. Hier ligt een soort van gekookte kip. Ei met kaas. En een soort van tomaten. Het ziet er nu niet zo heel lekker uit. Vind ik. En weer een saus. Wel leuk dat er echt zo'n eitje bij zit. Ei. Wel lekker dat die tomaatjes zeg maar zo klein gesneden zijn. Zo ziet het eruit. Volgens mij zit er in deze salade wat meer calorieën omdat het zo'n hele romige Caesar dressing is. Dat vinden veel mensen wel lekker. Nou, kip. Lekker. Het is wel echt veel dressing. Als je alles erop doet. Een heftige dressing, zo'n soort vis dressing. En dat je naar vis, snap je wat ik bedoel? Het is niet helemaal mijn salade dit. Het smaakt niet echt gezond of zo. Ik vind het een beetje heftig. Als je alle dressing erop doet, in ieder geval echt zo'n dikke dressing. Want die van de Mackie was wel echt een frisse salade. Dit is echt heel romig. Heel machtig. Maar als je ervan houdt, dan is het top. Nee, ik weet niet wat voor dressing het is. Verder denk ik dat het voor een lunch wel gewoon goed vult. Toen ik het zag staan dacht ik echt van yes, tankstation, weet je, well done. Ik vind het voor een tankstation sowieso echt goed. Maar het is niet helemaal mijn salade, dus maar wel weer helemaal prima. Maar wat kan er nou missen met een salade, weet je? Ik vind het te weinig sla, ik vind de dressing te romig en ja, dat eigenlijk. Heel veel mensen, als je echt houdt van zo'n mayo, dikke dressing, vind je dit heel lekker. Dat is gewoon puur een smaakdingetje. Maar het is wel gewoon een goed gevulde salade. Dus dat is top. En de croutons smaken een beetje oud trouwens. Doei. Hoi, daar ben ik weer met nog een salade van het Wild Bean Café. Namelijk deze salade voor €3. Maar er ging een euro af. Ik weet niet waarom. Maar ik heb er €2 voor betaald. Ik vind hem er erg lekker uitzien. Het is een side salad kip tikka. En per 100 gram zitten er 107,24 calorieën in. Het is met pasta en kip en tomaat. En ik ga wel kijken wat het allemaal is. De dressing zit er gewoon al doorheen. Op zich wel echt heel handig on the go. En je kunt daar dus ook bestek pakken. Ik heb nu gewoon even een eigen vork. Ook wortel zie ik. Of pompoen. Pompoen? Ziet er wel hashtag healthy uit. Niet een hele maaltijd is dit. Voor de meeste denk ik. Oh. Het is van die zure paprika. Ik denk, wat is dat nou? Die kip is echt heel lekker gekruid. Beetje shawarma-achtig. Pasta is ook wel chill. Echt wel een lekker slaatje. Echt wel heel, heel chill.
Ik vind het lekker dan die ander. Volgens mij is die ook wat gezonder. Hij smaakt ook wat gezonder. Het is gewoon echt een... Ja, wel lekker gevuld, maar klein saladebakje. Ik vind het leuk met die geroosterde paprika. Nou, niet zure, geroosterde pompoen. Echt lekker gekruide kip. Wat ijsbergsla. Wat is dit van die prikkelige sla? Voor 2 euro top. Voor 3 euro, ja. Bij de Hema heb je daarvoor ook gewoon grote bakken of zo. En bij de Albert Heijn ook, maar... Toch, weet je, bij een tankstation denk je vaak, wat moet ik nou halen? En als je dit kunt vinden, zou ik hem zeker halen. En ze hadden ook nog andere smaken. Ik ga hem lekker opeten. Ik vind hem helemaal top. Toppie. Deze dus. Open of ook ui. Zeker wel een aanrader. When I have a birthday party once a year, then I'm so happy that my friends will all be here. Hoi jongens. Dit is de... Bobby. Niet doen. Dit is de laatste salade. En deze vind ik er, mensen zeiden vorige keer, je kunt niet zien of iets lekker is. Ik vind dat je best wel kunt zien of iets lekker gaat zijn. Je weet het nooit zeker, maar weet je, als je dit ziet, kom op. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Deze heb ik van de Albert Heijn To Go. Je hebt dus echt van die salades uit landen. En dit is de Italiaanse, met mozzarella. Nou, ik zie hier courgetten, sliertjes. Dit zal wel niet meer kokant zijn, maar mozzarella bolletjes, paprika, pesto dressing. Ik heb weer een vork van thuis, maar als het goed is heb je bij Albert Heijn To Go gewoon vorkjes. Er zit dus een klein bakje dressing bij, maar ik denk dus dat die ook wel lekker is. Ja. Dit ruikt echt naar pesto. Wow. Oh. Ik weet niet of het genoeg dressing is, zeg maar, omdat hij zo dikkig is. Zelf vind ik hem erg dik voor een dressing, maar oh, wat lekker. Ik snap net zo goed dat mensen dan zeggen van je kunt niet weten dat het lekker is. Ik bedoel, oh, dat was niet helemaal de bedoeling. Dat lijkt net vogelboel. Oké, muilen, grond zit nu onder de saus. Hoe lekker ziet dit eruit? Die paprika is wel een beetje dat ik denk, why? Waarom heb je niet gesneden? Want de courgette heb je ook gesneden. Oh, dat is echt zo rustig. Oké, nou, ik ga even courgette proeven met pesto. Mmm, heel lekker. Dus die toast zal wel helemaal zacht zijn. Ja. Het smaakt nog wel heel lekker. Oh, ik hel nu al van deze salade. Je bent bevooroordeeld. Wat een commentaar, jongens. Ik moet zeggen dat ik daar ook echt aan het zeiken was. Als ik het terugkijk, denk ik ook echt, jeetje, wat was je aan het zeiken. Maar het was zo. En ik hield me nog in, hè. Ik vond het echt heel goor. Maar dat is smaak. Dit is lekker. Hey, Noah. Ik ben benieuwd naar de mozzarella, want vaak vind ik dat niet zo... Heel erg lekker in salades. Zo, die pesto. Ik zou echt dubbele kuip willen, zo lekker. Echt heel lekker. Jeetje. Ja, ik vind dit echt heel raar dat die paprika zo groot is. Want het slaat gewoon helemaal nergens op. Lekker. Gegrild? Nee. Er zit wel een heel lekker smaakje aan. 405 gram, wel veel. 100 gram, 110 calorieën. Die rauwe courgette is lekker. Ik vind het echt, deze zou ik zeker nog eens halen. Ik vind hem zo chill. Oh, wat kostte die? Hij kostte 5 euro. Dus ook wel weer wat duurder. Maar ik haal liever deze dan van die... Nou, ik vind de McDonald's was eigenlijk ook wel lekker. Ik vind het gewoon wat meer... Ja, het geeft echt zo'n restaurantgevoel. Ik word hier gewoon heel blij van. Zeker een aanrader. Ik vind die pesto... Dit is gewoon zo lekker. Ik vind die pesto dressing ook gewoon heel lekker. Ik vind deze super chill. Top. Mom will make a salad, we'll have ice cream too. It's a party for me and you. Nou, dat was dat de video. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. En dat jullie door alle troep en lelijke belichting heen konden kijken. Doe dus zeker je duimpje omhoog als je het leuk vond. En laat alsjeblieft weten wat jij wil dat ik ga testen. En ik hoop dat ik zo snel mogelijk weer een nieuwe video voor jullie heb. Maar ik ben nog niet bezig met de nieuwe. Dus en meestal duurt dat ongeveer 2 maanden voordat ik echt... alles heb. Dus laat even snel weten wat jij wil dat ik ga testen. Dan ga ik er hopelijk mee aan de slag de komende maand of maand, 2 maanden. En dan ben ik hopelijk in eind januari of zo weer bij jullie terug. Goed, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet ook niet te abonneren als je die volgende video wil zien of überhaupt meer van mij wil zien. En dan zie ik jullie sowieso volgend weekend om 9 uur weer met een andere video. Doei!